meest, dat raakt mij echt het meeste, is het allerbegin van het concert. Dat is een hele lange, melancholische, zou ik bijna kunnen zeggen, monoloog. De strijkers hebben wat dramatische akkoorden daaronder en dat bouwt zich op tot een enorm ontladen climax, om iets te zeggen, hoogtepunt, waarna het weer heel veel stil doorgaat. Maar die eerste maat, je hebt heel vaak in concerten dat je zeg maar eventjes een inleiding hebt en de strijkers of wat dan ook, hè, en dan komt de solist. Maar dat is in dit concert totaal anders. Meteen begin ik en het is meteen de intensiteit van het stuk, wat het hele stuk door is, is al meteen. Maar zo intens als het begint, intiem en die melancholie, dat is eigenlijk het woord. Zo uitbundig en sterk en dynamiek eindigt het. Dus eigenlijk wordt de fluit in al zijn hoogte en laagte en al zijn kleur en al zijn mogelijkheden wordt het benut. En dat is het hele leuke aan dit concert.